Welkom bij de tutorial voor de aanmaak van de basiskastelementen in InteroCAD Vectorworks. Zoals u ongetwijfeld weet u in het basisgereedschappen van InteroCAD dat u een gereedschap kastelement 3D heeft. Het kastelement 3D, als u dat selecteert, dan zal u zien dat u, als u in de tekening beweegt, dat hij automatisch al een voorvertoning geeft van een kast. Het is echter zo dat vooraleer dat we deze gaan plaatsen, dat we eerst de instellingen van deze kast moeten bepalen. En die instellingen vindt u sowieso in de instellingenknop, zoals bij alle andere gereedschappen, bovenaan in de methodebalk, de knop met het meterspotlood en de steeksleutel. Als u daarop klikt, opent de kastenconfigurator. Meteen ook het hoofdscherm van het kastelement 3D. Ik kan u er meteen al op attent maken dat de rendermethode zoals die hier getoond wordt in Transtructuur, dat u die eigenlijk beter op OpenGL zet. Waarom? Omdat u dan met het ribbenrendering in het OpenGL rendermethode, dat u daar ook heel goed de onderscheid tussen de verschillende platen kunt zien. Het allereerste wat ik u moet vertellen in de kastelement of de kastenconfigurator, is dat u hier de basishoogte of de basismaten van de corpus gaat ingeven. Deze staat nu op een hoogte op 72 centimeter. Ik ga deze nu op 800 mm instellen. En u zal zien dat als ik in het volgende veld klik, dat hij dan in de voorvertoning dit ook al aanpast. Denk er trouwens ook aan dat bij elke invulling van een invulveld in een dialoogvenster van een parametrisch object, dat u steeds altijd naar het volgende veld moet klikken of de tabtoets moet gebruiken om de voorvertoning te genereren en om de aanpassing ook effectief door te voeren. Nu, u ziet ook een aantal andere rendermethodes, naast de OpenGL-methode natuurlijk, maar zoals al vermeld is de OpenGL-methode in dit geval de meest toepasselijke. U kan natuurlijk ook het aanzicht op alle tijden veranderen, van een links isometrisch naar een rechts isometrisch en andersom. Het volgende puntje dat we moeten aanhalen bij het kastelement 3D is de indeling. En de indeling die ziet u hier eigenlijk in het vooraanzicht. Ik kan nu elk element dat al gemaakt is voor de kast, zijn de zijkanten boven en onderkant, zou ik apart kunnen gaan aanklikken en zelf kunnen gaan kiezen in het keuzemenu wat voor een object dat deze bovenkant nu zijn moet, bijvoorbeeld een dwarsbalk vooraan. Als ik een dwarsbalk ga selecteren, ziet u dat de voorvertoning hier wijzigt, kwestie van instellingen van die dwarsbalk. Ik kan hier nu bijvoorbeeld de diepte ingeven van die dwarsbalk en met deze knop kan ik ook de oriëntatie van die dwarsbalk aanpassen. Wat u ook aanpast in het kastelement of in de kastenconfigurator, u kan steeds naar de basis terug gaan kijken om te zien wat u effectief aan het genereren bent. Laat ons zeggen dat ik bij de indeling zou zeggen dat ik de linkerzijwand langs de voorzijde, dit is de voorzijde, dat is de achterkant, dat ik daar nog eens 28 mm af wil halen, of laat het ons van de achterkant halen, 28 cm eraf halen. Dat ziet dan in de basis op deze manier er zo uit. Nu, bij de indeling zelf, ik kan natuurlijk dit ook terug aanpassen en zeggen van dit mag terug op 0 staan, dan gaat hij terug de basisplank of de basiszijde terug genereren en aan de bovenzijde wil ik het terug instellen zodat het terug een legger wordt. Ik zou bijvoorbeeld ook de onderkant kunnen aanklikken en zeggen dat dit helemaal geen materiaal moet zijn. Dan ben ik eigenlijk een kast aan het creëren waarin dat ik bijvoorbeeld een vaatwasser zou kunnen inbouwen. Ik ga deze terug op een legger zetten. Ziezo. Wat we nu ook kunnen verdelen is de indeling van de kast zelf, het inhoudelijke van de corpus. En we kunnen dat verdelen volgens horizontale vakken of verticale kolommen. In dit geval ga ik een heel eenvoudige kast maken met twee losse leggers en een linksdraaiende deur. Dus ik ga een drietal vakken maken die ik ga verdelen, niet door vaste leggers, maar door losse leggers. Ik kan ook de verdeling kiezen dat hij de verdelingsmaat gaat nemen volgens de aslijnen van elke plank of dat ik een absolute inwendige maat per verdeling kan instellen. Als ik dan op toepassen klik, zal u zien dat er een aantal leggers bij inkomen, die losse leggers zoals ik ze daarnet geselecteerd had, en dat u rechtsboven ook drie hashtags ziet staan. Die hashtags die hebben rechtstreeks betrekking op hetgeen wat ik daarnet ingesteld had, het feit dat het inwendige absolute maten moesten zijn. De drie hashtags die staan respectievelijk voor dit segment, dat segment en dat segment. En als ik een segment geselecteerd heb, kan ik dat met deze knop al de rest van de segmenten bijselecteren, waardoor ik nu terug de hashtags zie. Laat ons instellen dat het onderste segment altijd 36 mm hoog moet zijn, of 360 mm om precies te zijn. Dan ga ik het eerste hashtag nemen, ik pas die aan op 360 en ik klik opnieuw op de knop toepassen. Op dit moment zal dit vak op altijd op 360 blijven staan.
Zo zou ik ook de rest van de segmenten kunnen selecteren en het bovenste segment instellen op pakweg 140 mm. Vanaf nu zal het enkel alleen dit segment zijn dat achteraf bij aanpassing van hoogte van die kast hoger of lager zal worden. Vervolgens kan ik bijvoorbeeld het bovenste stuk selecteren en deze weer gaan verdelen in 5 kolommen in dit geval. Dat als ik op toepassen klik, dat ik zo 5 verschillende tussenstukken krijg. Ga ik kijken bij de basis, zie ik nu nog steeds wat mijn indeling is die ik aan het maken ben. Bij de hoofdindeling kan ik ook ervoor zorgen dat al de elementen die binnenin het rode veld vallen, dat die al op een vaste waarde terug moeten vallen. Ik kan dat hier invullen. Pakweg 20 mm terug. Dat wil zeggen dat alle onderverdelingen, dus alle planken en zijwandjes, tussenwandjes die geplaatst zijn, nu 20 terug zullen vallen. Als ik dan zeg dat deze plank, of dit tussenstuk, dat eigenlijk nog eens 20 mm zou moeten terugvallen, ga ik hier 20 bij toevoegen. En bij de basis kan ik nu zien dat die ene plank ook nog eens extra 20 terugvalt. Ik kan natuurlijk deze verdeling ook zo instellen volgens die hashtags. Erin stellen dat het eerste vak bijvoorbeeld 200 zijn moet. Op deze manier. En ik kan die indeling van dit segment kan ik met deze knop met het vuilbakje ook natuurlijk weer wissen. Als ik nu alle segmenten selecteer, kan ik in één keer over al die segmenten kan ik nu een front gaan plaatsen. Bijvoorbeeld een deur met links beslag. Het feit dat er beslag links in de naam staat, wil niet zeggen dat we in de kastenconfigurator het beslag al gaan plaatsen, maar dat Vectorworks, in dit geval InteriorCAD, ook weet dat hij straks de scharnieren aan de linkerzijde moet plaatsen. U ziet dat u de keuze heeft tussen een opliggende of een verzonken deur. En u ziet hier ook de spatie tussen de corpus en het front. Die staat op 2 mm. Rondom ziet u hier een dubbel lijntje staan. Dat is de speling van de deur van het deurfront en die staat rondom op 3 mm ingesteld. Stel ik die onderaan op 0 mm in en ik klik ik in een ander veld, zal je zien dat de voorvertoning er nu voor zorgt dat de front gelijk valt met de onderkant van de corpus. Vervolgens kan ik nog een handgreep gaan selecteren. Ik neem nu een willekeurige. Die wordt gecentreerd geplaatst. U ziet hier in rechts in het voorvertoningsvenster ziet u de knop ook gecentreerd staan. Ik kan die nu ook bovenaan gaan plaatsen en die uit de hoek verwijderen. Het is te zeggen om die even uit de hoek weg te trekken, zodat hij op een iets betere positie staat. In de basis kan ik nu gaan kijken nog steeds. Nu zie ik ook de gesloten kast met de handgreep erop, in dit geval een knop. In het volgende geval, of in het volgende stuk, wil ik eigenlijk het achterwand gaan bepalen. Maar zoals ik hier zie, bij het achterwand aan te klikken, zie ik dat in de horizontale doorsnede dat de plankdikte, of de zijdedikte van die achterwand, op 20 is ingesteld. U ziet ook dat het veld grijs is, dus ik kan het niet zomaar aanpassen. Met andere woorden, de dikte wordt bepaald van dat materiaal door het materiaal zelf. Ik ga dus even de achterwand overslaan en ik ga meteen naar de materialen. U zal zien dat alle onderdelen van de kast hier opgelijst staan in het rood. Dat wil zeggen dat ze nog geen materiaal gekregen hebben. Ik zou elk materiaal kunnen aanklikken en nu een materiaalsamenstelling gaan maken. Bijvoorbeeld zeggen dat de spaanplaat 18 op moet. Dat ik er vervolgens een binnenafwerking op wil zetten, van kerselaarfineer bijvoorbeeld. En zo zou ik elk onderdeel volledig kunnen doorlopen en dat voor elk materiaal doen. Op het moment dat ik dat gedaan heb, kan ik hier met de knop bewaar daar een favoriet van maken. En zoals u ziet zijn er ook al een aantal voorbereide favorieten die daarin staan. Ik zou nu bijvoorbeeld eikgezaagd veneer kunnen nemen. U ziet, hij vult alles automatisch in. En nu ga ik even een standaard melamine nemen, met name wit melaminepaneel. U ziet dat het allemaal spaanplaat met witte melamine wordt. En de achterwand is in dit geval 5 mm dik. Kijk ik nu terug bij de achterwand, zal je zien dat die 5 ingesteld is en kan ik nu de achterwand gaan instellen. Ook hier kan ik de voorvertoning renderen in bijvoorbeeld OpenGL, maar gezien dat het over de achterkant gaat, ga ik hem nu even langs rechtsachter isometrisch bekijken. Ook hier geldt het spel van de spelingen. U ziet hier dat de dikte van de achterwand nu 5 is en dat hij 1 mm terug ligt. Dat wil dus ook zeggen dat als ik deze op 0 zou zetten, dat de achterwand gelijk komt te liggen. En indien ik min 5 zou ingeven, dan komt hij bovenop de achterwand te liggen. Ook hier kan ik nu materiaal laten oversteken door de achterwand bijvoorbeeld min 19 mm over te laten steken. En dat kan ik langs alle kanten doen. Op deze manier kan ik met een negatieve speling ervoor zorgen dat je een opzetplaat verkrijgt. U ziet dat trouwens ook in de voorvertoning. U kan natuurlijk ook kiezen voor andere soorten van achterwandsamenstellingen, bijvoorbeeld een groef of een sponning. U kan ze zelfs gaan combineren door een groef en een stompe
afwerking aan de bovenzijde te creëren. Hou er wel rekening mee dat als u het plaatmateriaal van de achterwand veranderd heeft, dat u alle instellingen eenmalig wel goed nakijkt. Zoals hier bijvoorbeeld de groef die gemaakt wordt voor de achterwand, die stel je dan uiteraard ook beter in op 5. In verband met die speling van oversteken, dat geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld een deur. Ik had nu de speling op 0 gezet onderaan, maar als ik deze speling op min 80 zou zetten en ik ga kijken bij de basis, heb ik een overstekend frontje. Ik kan het natuurlijk weer ongedaan maken door deze terug op 0 te zetten en terug even op de basis gaan kijken. En nu heb ik eigenlijk mijn kast al zo goed als samengesteld. Je hebt hier ook nog de optie om een sokkel te creëren voor de kast. Je kan daar evenzeer een lijst voor creëren, maar je moet er rekening mee houden dat deze twee mogelijkheden in de kastenconfigurator enkel en alleen er maar voor dienen om heel snel een kast binnen een nis te plaatsen. Als ik bijvoorbeeld de sokkel zou aanklikken, ziet u dat die sokkel ook van de totaalhoogte van de kast gaat. Moest ik bij de lijsten links en rechts ook een afwerkingspaneel steken, dan ziet u dat dat ook van de breedte van de kast afgaat. Eigenlijk is dit eerder iets om snel een inbouwkast te maken, om de visualisatie juist te krijgen. Voor het eerdere productiewerk kunt u beter gaan werken met het gereedschapssokkel en kan u in verband in plaats van lijsten te plaatsen rondom het kastelement, kan u beter met losse onderdelen op maat gaan werken. Eventueel, als u die al klaargezet heeft in het bibliotheek, als een zijschot of een paslat of iets gelijkaardigs. Vervolgens hebben we dan ook nog eens de afschuining in deze kasten. En bij de afschuining kan u, als u het rechter icoontje aanklikt, dan ziet u eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt. Indien u een afschuining heeft onder een schuin dak bijvoorbeeld, zou u die hier kunnen gaan ingeven, zodat een bepaald stuk van de kast ook wordt afgeschuind. Dit is echter geen heiligmakend iets. Het is zo dat als u echte zware afschuiningen wil maken of u wilt een bepaalde vorm uit de kast gaan halen, dan zal u dat met het contourgereedschap moeten doen. Maar daarvoor verwijs ik u naar de tutorial van het contourgereedschap. Alleszins is dit nu de basis van de kast. Klik ik nu op OK, zal je zien dat ik ook nog steeds die omschreven vorm heb van de kast. Eén keer klikken wil zeggen dat hij het punt heeft geplaatst en dat ik de kast nog kan roteren. Een tweede keer klikken wil zeggen dat hij de kast effectief gaat plaatsen. Ga ik het dan in isometrie bekijken en ga ik naar een OpenGL, dan zie je dat ik hier nu de kasten heb gemaakt. Vervolgens zou ik deze kast kunnen opslaan als een bibliotheekelement, maar ook daarvoor verwijs ik u naar de tutorial voor het aanmaken van kastenbibliotheken.